Er zijn verschillende berekeningen gemaakt over wat er allemaal afgebakend is. Niet alleen in woongebied, want er is goed gelegen en slecht gelegen woongebied, maar er is ook nog woonuitbreidingsgebied en daar liggen er ook goede en ook veel slechte. En als je dan zegt wat, berekent wat we daar allemaal in kunnen bouwen, dat is voor 6 miljoen bijkomende inwoners. En dat is nog niet eens aan 40, 50 per hectare, dat is aan 35 per hectare. Dat is niet eens genoeg voor warmtenetten te kunnen uitrollen. Aangezien we maar maximum 1,2 miljoen bijkomende inwoners krijgen tegen 2070, dan gaat iedereen op aarde... Dat is een demografische prognose. Dan gaat alles beginnen dalen. Dat betekent dat 80% van alles wat ooit rood of rood gestreept is ingekleurd, nooit nog een cent gaat krijgen, omdat de klandizie om die gronden te kopen zal er nooit komen. Ja, als je 5 keer meer aardappelen op de markt brengt dan wat er ooit kan gegeten worden, dan klapt de prijs van de aardappelen in elkaar. Dus dat wordt je finale waarde, vind ik nog een geluk met een ongeluk. Want die finale waarde die gaat bij overaanbod heel sterk beginnen dalen.